Hallo jongens en meisjes van de scouting. Ik ben. Ik ga jullie vertellen over dat ik thuis moet blijven. En waarom moet je thuis blijven? Omdat het over de coronavirus, zodat we niet naar school mogen. Dus ik doe thuis schoolwerkjes. Ja. Dan doe ik taal. En lezen en rekenen en Junior Einstein. En wat doe je allemaal nog meer, Ben? Ik doe ook soms de Switch. Dat doe ik ook op de Switch Minecraft spelen. En mijn broer doet altijd Jude Lux spelen. We hebben ook nog een museum gemaakt met mijn broer. En daar hebben we heel veel tekeningen van gemaakt. En heel veel kralenwerkjes van gemaakt. En heel veel mais van gemaakt. En allemaal dingetjes geknutseld. Was dat ook voor school? Ook voor school. Of gewoon voor het leuke? Voor school en ook voor het leuke. Zou je me dat allemaal een beetje kunnen laten zien, Ben? Ja. Kom maar mee! Dit is het museum. En kijk, deze heb ik ook van School Scouting gemaakt. En dit is heel het museum. En wat staat er allemaal nog meer in het museum? Er staan kralenwerkjes. Ja. Kindertjes. En van klei en van mais en van tekeningen. En heb jij die allemaal zelf gemaakt? Maar Pim, mijn broer Pim heeft dat ook nog meegemaakt. Hi Pim. Hallo. En Ben, heb je ook nog tijd om buiten te spelen? Jazeker, want ik heb ook met mijn broer buiten gespeeld op dat pleintje. Ja. Dat pleintje bij Jim. Ja, daar zal het nou niet zo druk zijn, hè? Want het is daar heel, heel rustig. Kunnen we makkelijk lekker even fietsen. Ik heb ook scouting dingetjes gedaan. Het is toch leuk dat dan nog door kan gaan, toch? Ja. Hopelijk dat snel. Doei. Ik ben John. Wat zei je? Ja. Hoi allemaal, ik ben John. Dan speelt de scouting niet over doorgaat. En ja, wat doe je zo, Evie, als de scouting niet doorgaat? Dan ga ik op mijn iPad. Oh, heb je iPad? Kijk maar. Oh ja, mooie iPad. En ga je ook wel eens buiten spelen? Ja. Ja? Maar ik bij het heuveltje. Achter bij de heuvel. En op de trampoline ook? Ja. Oké. En wat doe je nog meer, Evie? En dan ga ik even bij Spulk spelen. Gaan we bij Spulk kijken? Oké. Okay. Hier, en uit aan spelen nu is. Bijna is nu aan spelen. Oh, oké. Okay. Even zwaaien met de camera, Nout. Cheetah! Nee, zwaaien! Hallo, Nout. Hallo, Evie. Oké. Okay. En wat doe je nog meer, Evie? Weet ik even niet meer. Weet ik niet meer. Okay. Wat doe je? Wat? Dan ga ik wel eens even boven spelen. Oh, we gaan wel eens boven spelen. En cirkel. En... Mijn zon. Zeg maar dankjewel voor het kijken. Mijn zon.
Wat ben je aan het doen, Issy? Junior Einstein. Zo hé, dan word je een echte Einstein. Ja. En Esra, wat ben jij aan het doen? Snap het, maar ik moet nog inloggen. Oh, moet nog inloggen, oké. Nou, nu is Esra bezig met alles in één. Vindt hij niet zo heel leuk. Ja, moet ook gebeuren. Oh, en Izzy is aan het rekenen. De 20 vriendjes. De 20 vriendjes. Ik doe net alsof dat heel zwaar is. Nou, Izzy, wat buikspieren ga jij krijgen? En Esra, die gaat hier zo eventjes boksen. Ik heb hier een soort van bokszak. Oh. Ja, gaat er hier sportief aan toe. Ik word helemaal ver. Oh, en Esra heeft gewonnen! Die heb ik van de juf gekregen en die moet ik dagelijks doen. Nu ben ik mijn huiswerk aan het doen. Nu ben ik aan het chatten met mijn vriendjes en vriendinnetjes. Ik heb deze huisjes gemaakt met mijn moeder. En nu ga ik ze schilderen. Dit is de dak. En dat is het huis. Daar ben ik ook een beetje mee begonnen. Nu is het dakje klaar. Nu begin ik met het huis. Die is blauw, denk ik. En nu komt het scouting teken. Nu ga ik mijn dagelijkse wandeling doen. En er is toch niemand op straat, dus ik ga lekker steppen. En ik ga vertellen over mijn quarantaineweek. Als je hier zo kijkt, dan heb ik hier zo mijn huiswerk, rekenen en tel. Hier zo heb je de wereldbol. Op de laptop moet ik allemaal lessen doen van de provincies. Als je hier zo naartoe gaat, heb je hier zo het scoutingsgebouw. Hier zo heb je mijn Nintendo Switch. Dan... Ik heb een kamp gemaakt. Hier zo heb je het kampvuur. Daar zo heb je de bewoners die allemaal zitten te slapen. Daar zo heb je de waterval. En wat leuke dieren. Doei, ik mis jullie. En
dit zijn de hartjes die ik heb gemaakt. Met hier zit de tekst. Ik hou van jullie, tot de volgende keer. Hallo, mijn naam is Jasper en ik ga jullie vandaag laten zien wat ik in mijn quarantainetijden doe. Kijk, ik zit meestal in mijn kamer. Het is een beetje een rommel nu. Dan zit ik achter mijn computer. Hier is nog wat schoolwerk voor online school. Op telefoon. Lampen. Maar dan game ik vaak met vrienden. Doe ik ook online school op. Zit vaak ook in mijn bed. Ziet er nu ook even niet uit. Maar daar game ik ook altijd met vrienden op de iPad of de Nintendo Switch. En ik bel ook vaak met mijn telefoon. En ik kijk vaak tv. Ja, series op tv. En ik kijk ook dingen op YouTube. En ik stel altijd ook wat dingen voor mijn eigen YouTube kanaal in. Want ik ga binnenkort met mijn eigen YouTube kanaal beginnen. Dus daar kijk ik altijd in de settings. Ja, en dat was het eigenlijk wel een beetje. Nou, ik adem eigenlijk ook wel. En ik eet en ik drink. Ik loop. Ja, ik laat de hond ook uit. Buitenlucht. En ik denk dat het was. Ja. Joe. Thank you.
ga uitleggen wat ik allemaal doe in mijn... Ik doe helemaal niks hier eigenlijk. Kijk, wat ik normaal doe is mijn huiswerk maken. Dit moet ik per week af hebben. Dat vind ik veel te veel. Maar ja, en ja, niet letten op de troep. Maar ja, nou, je gaat nu juist letten op de troep. Maar oké, dus de rest van de dag speel ik op mijn Switch. Speel ik Animal Crossing. Dat is gewoon leuk. Kijk. Oh. Dit spel is gewoon niet aan het laden. Oké. Oké, dat komt zo. En de Xbox en de tv, dat is ook heel leuk. En voor de ik doe eigenlijk helemaal niks in mijn leven. En ik laat wel eens mijn hond uit. Mijn hond is niet meer buiten. Oké, laat maar. Ja, kijk. Dit is Animal Crossing. Ja, dat was het. En ik doe niks in mijn leven eigenlijk. Ik ben altijd... Ja, ik heb geen leven. Ja. Oké, dag. Wat betekent het coronavirus voor mij? Het coronavirus betekent alles onrustig op de rotonde, waar normaal wel eens ongelukken kunnen gebeuren. Het coronavirus is natuurlijk ook of dat ik niet naar het zwembad kan om mijn waterpolo training te doen. Kijk maar, want het zwembad is helemaal gesloten. Zie je wel, het zwembad is helemaal dicht. Zo ook is de Rosada Outlet, oftewel de Designer Outlet, ook gesloten waar wij wel eens donuts halen die heel lekker zijn. Wat natuurlijk ook niet kan is boeken halen bij de Piep en programmeerles doen, want dat kan natuurlijk hier niet. En we gaan kijken of wij voor binnen kunnen. Kijk maar, je kan niet naar binnen. Normaal lunchen we ook altijd in de stad voordat ik naar scouting ga. Maar nu kan dat natuurlijk niet, maar ik kan wel een ijsje halen. Zoals je ziet kan je wel een ijsje halen bij het ijsrestaurant. Maar je ziet ook, er staan strepen. Toch om al van anderhalve meter afstand te houden om ijsjes te halen. Hebben ze maandag ook een ijsje geweest te halen. Wat natuurlijk ook niet kan is in de avond lekker gaan eten in een restaurant. Want die zijn natuurlijk ook dicht, zoals hier. Is naar de scouting gaan. Kijk maar. Er zit slot op. Wat natuurlijk ook niet kan is, niet naar school gaan. Ik kan niet naar school. Kijk maar op schoolplein. Nou, superleuk. Ja, Thijs die is lekker rond aan het lopen op allerlei verschillende plekken. En zo komt Thijs ook bij school. Ja. En toch ook leuk om de juffrouw wel te zien. En ik vind het natuurlijk heel leuk om Thijs te zien. Op gepaste afstand, want ja, ik sta hier binnen in het raam en Thijs staat hier voor. Ja. En toch kunnen we gezellig kletsen samen. Ja. Superleuk. Ja. Nou, zoals je ziet is het schoolplein helemaal leeg. Helemaal leeg, helemaal leeg. En ja, dus we kunnen gewoon helemaal niet naar school. Ik heb net ook al met mijn juffrouw gepraat. Die heb ik even vanuit het raam gepraat. Ja, het is helemaal leeg. Ik denk dat er nog veel poep. Heel lekker. Het schoolplein is gewoon helemaal leeg. Hoi. Nou, ik ga jullie even vertellen wat hoe mijn week in quarantaine eruit ziet. Zoals jullie zien zit ik nu op de bank. En ik ga jullie nou wat vertellen over mijn week. Maandag ben ik jarig geweest, maar heb ik helaas ook weer school gehad. Ik heb maandag opvoeding en didactiek gehad. Daarnaast zijn mijn opa en oma 's middags nog langs geweest. Dinsdag heb ik niet veel lessen gehad. Dus daar valt eigenlijk niks over te vertellen. Woensdag heb ik helemaal geen les gehad. Ben ik alleen bezig geweest met andere dingen en huiswerk. En donderdag, dus dat is gisteren, heb ik ook wat lessen gehad. Burgerschap, BPV en
Nederlands. Dat wordt best wel saai eigenlijk. En vandaag heb ik eigenlijk niks gepland staan. Ik heb maandag, dinsdag, woensdag wel gewerkt aan een elfenhuis. Zo ziet hij eruit. Het is nog net niet de Fram. Dus daar verdien ik helaas geen punten voor. En zaterdag en zondag ga ik eigenlijk vrij weinig doen. En ik hoop dat er zaterdag een leuke opdracht komt. Ik hoop dat jullie mij niet volledig belachelijk gaan maken via deze video. Dat is mijn doel eigenlijk een beetje. Dus latex. Goeiedag allemaal. Ik ga jullie vandaag mijn visie vertellen over de visie vertellen van de quarantaine. Ik vind de quarantaine een goed idee, want zo besmet je minder mensen en ja, je gaat de ziekte ook snel voorbij. Pluspunt vind ik, ja, dan maak je minder mensen ziek. Dat het wel een slim idee, dat het ook een slim idee is. De quarantaine, omdat ja, dan gaat de ziekte sneller voorbij. En hoe sneller die voorbij is, hoe sneller we weer normale dingen kunnen gaan doen. En dat is altijd fijn, toch? Normale dingen gaan doen. En als je dan gaat werken, en dan kun je straks dan weer naar school gaan werken. Weer een beetje normaal je leven pakken. Ik denk dat dat tegen de zomer gebeurt. Tegen de zomervakantie aangebeurt. En dan hebben we gewoon een zomervakantie, dat is toch mooi. Maar dan moeten we nu wel allemaal binnen blijven. En niet met z'n allen naar het bos. En ja, want dan wordt de verspreiding meer. En dan duurt het langer voordat die voorbij is. Voor mij is de quarantaine niet zo'n groot probleem. Want ik kan lekker naar buiten en ook dit weekend ga ik lekker naar buiten. Lekker buiten zitten, lekker in de zon. En dan gaan we gewoon lekker op het terras zitten. Kijk, ik kan hier lekker op het terras zitten. En dan gaan we lekker naar buiten. Lounge. En als het regent kunnen we lekker buiten, dan kunnen we onder het dak liggen, zitten. Lekker tuin. Kunnen we nog wat metselen. En ja, we hebben genoeg ruimte om te zitten. Dus ik hoef niet zo bang te zijn voor dat ik niet naar buiten kan. En nu ga ik jullie mijn trainfaciliteiten laten zien. Want dat kan ook thuis. En dat is ook wel heel mooi. Kijk, hier kan ik lekker trainen. Ik heb genoeg ruimte om te trainen. Want dan moet ik natuurlijk ook gewoon doorgaan. Hè, in het dagelijks leven. Kijk. En ik heb ook, want twee keer per dag moet ook natuurlijk de hond uitgelaten worden. Dus dan kan ik sowieso even naar buiten. Dan kan ik zo lekker even naar voren. Dan kan ik toch wel even buiten komen. Frisse lucht halen. Frisse neus. En even een stukje de hond uitlaten. Kijk. En dan gaan we hierheen. Kijk. Kijk, hier hebben we genoeg ruimte. En daar kunnen we naar binnen. En daar kunnen we ook een stukje gaan wandelen met honden. En daar kunnen we heen. En dan gaan we weer. Dan gaan we weer naar binnen. Gaan we weer lekker een paar minuten zitten. Dit was mijn visie over de quarantaine en de rondleiding.
Oké. Fijne dag iedereen. Hey, ik ga vandaag mijn haar verven, want ik verveel me en ja, aangezien we voor de rest toch niet naar buiten mogen, ik heb haar verf. We gaan de haar verven in het bakje doen. Wacht. Eerst die eraf halen. Lang stuntelen heb ik het eraf gekregen. Deze haarverf ruikt trouwens echt naar snoep. Het is best wel lekker. Ruikt lekker. Oh, mijn haarverf zit erin. Ondertussen is het hele waspak ook paars. Echt geweldig. Mijn handschoenen aan en dan ga ik mijn haar nu verven. Ik ga even mijn hele linkerkant doen en dan kom ik terug. Ik heb mijn linkerkant nu geverfd. Nu ga ik mijn rechterkant doen, dus ik ga van mijn linkerkant in een spuitje opkrullen en dan ga ik de rechterkant losmaken en verven. Ik heb nu allebei mijn kanten geverfd. Ik ga het even doorkammen en dan ga ik het in plastic folie wikkelen en dan gaan we wachten. Ik heb mijn haar doorgekamd en in plastic gedaan en nu gaan we deze rotzooi opruimen. Ik had haarverf over, dus ik besloot mijn wenkbrauwen ook te verven. En ik denk dat het echt het domste is wat ik ooit heb gedaan. Maar dat maakt niet uit. Dit is mijn eindresultaat. Ik ben er wel blij mee. Don't mind dit plukje. Het is vreselijk, ik weet het. Maar ik ben blij.
Ja, eigenlijk is mijn leven niet echt veel veranderd. Ik ga nog steeds naar mijn werk. En s'avonds, ja, zit ik hier serie te kijken. Spelletje spelen. Het enige is, ja, ik kan mijn vriendin niet meer zien. Ook altijd leuk. En voor de rest, ja, doe ik gewoon nog steeds alle dagelijkse dingen. Een mooie vlog. Wat ik vooral doe op zo'n dag is slapen hier zo in mijn bed. Ja, mooi hè? Ja. Ik doe huiswerk hier zo aan mijn bureau die helemaal opgeruimd is. En ik game hier zo op de Switch die Matthijs heeft gestolen. Dus die moet ik straks terugstelen. En kijk, hier bewaar ik mijn... dit is mijn hele mooie spaarpot. Hier bewaar ik mijn wc-papier. Want dat is alles waard. Hier zo heb ik een kast met boeken. Daar doe ik niet zoveel mee eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Ja. Nou, dit is dus mijn kamer. Heel mooi. Hier breng ik 90% van mijn leven door. Ook buiten quarantaine. Maar dat maakt niet uit. Ik heb al 2 maanden niemand buiten het huis gezien. Dus ja, ik ben heel goed in social distancen. Dit is de gang. Kijk, heel mooi. Ja. Dan gaan we nu naar Matthijs' kamer. Hij is hier zo gameverslaafd aan het zijn. Hij is Fortnite aan het spelen. Dus ik weet niet of hij ooit nog terug mag komen. Het is Matthijs' kamer, heel mooi. Bijna net zo goed opgeruimd als mijn kamer. Ja. Hier hebben we de badkamer. Hier hebben ze onder andere wc-papier. Dat is heel waardevol. Ja. Heel veel wc-papier. Hier nog meer wc-papier. Kijk, wc-papier, mooi. Hier is de trap. Daarmee kan je naar beneden lopen. Hier is de rest van de gang. Dit is de voordeur. Die gebruik ik niet zoveel, want dan moet je daarmee kan je naar buiten. Dit is de woonkamer. Daar zit Francisca. Zeg maar hallo Francisca. Dit is Moos. Moosje, zeg eens hallo. Moosje wil naar buiten. Nou, daar durf ik nog niet heen. Moet ik eerst mentaal voorbereiden om naar buiten te gaan. Hier zo is de keuken. Dit is een koelkast. Dit. Dit is een vriezer. En dit is een normale kast. En dit is een magnetron. En dit. Dit is een gasfornuis. Dit is een plant. Dit is een deur. Daar is Moos weer. Ik ben ondertussen wel mentaal voorbereid om naar buiten te gaan. Dus dan gaan we naar buiten. Hier, Moos vindt het heel leuk om hier te zijn. Daarin is hij het tegenovergestelde van mij. Hier heb je een paar giftige dingen, zoals zuurstof, frisse lucht en zonlicht. Moos heeft een stokje. Dus Moos is agressief nu. Hij rent weg, oké. Daar is de schuur. Daar. Ja. En ja, daar staat mijn fiets. Ja. En hier hebben we Moos' bal liggen. Moos houdt heel erg van zijn bal, omdat hij zelf geen balletjes meer heeft. Dus hier hebben we dan Moos' bal. Kijk, daar wordt Moos heel vrolijk van, gaat hij van blaffen. Dan kunnen we die weggooien. Gaat Moos rennen. Ik weet niet of jullie dat zagen, want ik kan niet filmen. Hier is hij weer. En als we nou de bal heel ver weggooien,
Ik kan hem ook zo niet terugvinden. Ik weet niet of dat gaat lukken, want dan moet je goed zijn in fysiek dingen doen. Dus ja, dat gaan we nu uitproberen. Gaan we zien of Moos hem terug kan komen. Moos is terug. Nou, gelukkig. Nou, dit is mijn vlog. Doei.